gebeurt gewoon zo speciaal. Boodschappen. Welkom weer terug op mijn YouTube channel. It's your girl Gladys. You know what the drill. What the drill is. Voor die altijd weer terugkomen. En de nieuwe kijkers. De nieuwe volgers. Hi. Nou guys, vandaag neem ik jullie mee. Boodschappen doen. Intensief boodschappen doen. Jongens, deze stoel begint echt een praatstoel te worden. Elke keer dat ik hier zit. Maar anyway, ik neem jullie mee boodschappen doen. Een beetje hoe wij het doen. Nou, hoe wij het doen, hoe ik het doe in het huishouden hier. Hè? In de Kinkella huishouding. Nou, je zal het niet geloven, maar je girl werkt echt met boodschappenlijstjes. Ik heb echt gewoon op Word gewoon zo'n speciaal boodschappen. Oh my god, oh my kimondele nanga. Kimondele nanga. Maar bref, zie je me goed? Wacht eens zo. Ja. Dus ik heb echt een boodschappenlijstje gemaakt. Ik ga het gewoon hier ook plaatsen, kan je het ook zien. Dus ik heb gewoon een boodschappenlijstje gemaakt en dat heb ik gewoon verdeeld onder verschillende onderwerpen. Dus zuivel, zetmeel drinken, vlees, vis, fruit, groente, snack, huishouden en overige items. Dus wat ik als eerst doe, is ik ga intabaseren. Ik ga door het huis, in ieder geval door de keuken en ook voorraad boven en in de schuur. Yes guys, we have a lot of storage. En dan ga ik even kijken, wat mist er in het huis? Wat mist er in het huis? Dat ga ik dan allemaal even opschrijven. En wat we nodig hebben, ga ik allemaal opschrijven. En dan openen we de app folders. Ik open dan mijn app folders, zoals je hier kunt zien. En dan ga ik kijken, wat is er in de aanbieding? Guys, elke woensdag, meestal elke woensdag komen een nieuwe aanbieding. Dus de beste tijd om boodschappen te doen. Vanaf 9 uur. Vanaf 9 uur, ja. Want dan is het minder file. Dan is het minder file onderweg. Dan kan je lekker zo doorrijden. Dat is gewoon de beste tijd. Woensdag, wanneer de nieuwe folders, nieuwe aanbiedingen binnenkomen. Vanaf 9 uur. Gewoon heerlijke tijd om boodschappen te doen. Want dan hebben ze ze ook al gevuld. Dus dan kan je gewoon lekker je gang gaan. Dus, elke woensdag. Dus dan ga ik kijken, wat is een aanbieding dat ik kan koppelen aan wat ik nodig heb. En jongens, het is intensief hè. Want je moet niet alleen kijken bij Dirk, maar je moet ook kijken misschien bij Aldi, Lidl. Beetje vergelijken overal waar het goedkoopste is voor jou. Om je item te halen, zeg maar. Laat me bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Wat ik vorige week dus gemist heb, waar ik echt spijt van heb, is Aldi had een vet goede actie. Had 10 kilo aardappelen voor, ik denk 6 euro, ik weet niet eens meer. Oh, dat was een goede aanbieding voor mensen die, hè, Bellinga Mbala, Bellinga aardappel, voor mensen die van aardappel houden, goede aanbieding. Nu is het bijvoorbeeld een aanbieding, twee zakken van 3 euro, twee zakken van 3 kilo, dat is bij de Lidl denk ik, ik moet even kijken. Twee zakken. Kom ik jongen. Ja, er waren twee zakken van 3 euro. Dat het 6 euro was of zo. Ik weet niet meer. Dus dan denk je, ah. Die vorige was natuurlijk een beste aanbieding. Maar ja, zo doen we dat dus. Dus ik heb allemaal een beetje geschreven wat ik nodig heb. En wat ik ga halen. En ook bij welke winkel tussen haakjes. Vooral als je dan een aanbieding hebt gezien. Mijn standaardwinkel waar ik basic al mijn spullen, al mijn boodschappen haal, is dus op de Dirk. De Dirk, daar haal ik gewoon al mijn boodschappen. Zijn er afwijkingen, dus bijvoorbeeld aanbieding, net als bijvoorbeeld Snacker Checks, zag ik als aanbieding bij Koop en Plus. Koop en Plus ga ik bijna nooit. Because they are expensive. Maar deze aanbieding vond ik wel goed. Deze aanbieding vond ik wel goed. Dat is ook bijvoorbeeld met Albertijn. Albertijn ga ik echt nooit. Alleen als ze die aanbieding hebben van hamsteren of dat alles 1 euro is, dan ga ik daar wel naartoe. Maar mijn basiswinkels zijn echt gewoon Dirk en Nettorama. Dat is echt mijn basiswinkel. En
bijvoorbeeld mijn kaas. Mijn kaas haal ik altijd bij Turkse winkels. Turkse supermarkt. Want dan heb je, je hebt best wel veel kaas in één. En meestal zit 3 of 4 euro. Dan heb je echt van die 3 lappen. Ga ik die straks laten zien bij het uitpakken van mijn boodschappen. Dus dat is dus waar ik vaak mijn kaas... Daar haal ik eigenlijk alleen maar mijn kaas. Dus ja, laten we gaan. Want ik ga ook nog naar de Action. Want daar moet ik ook een paar huishoudelijke dingen halen. Dus bijvoorbeeld als die doekjes, die geurdoekjes die ik in de droger plaats. Die doekjes die kleur opvangen in de wasmachine. Das die moet ook halen. Dat is bij de Vibra bijvoorbeeld. Ja, al deze dingen gaan we dus halen, guys. Dus ik neem jullie lekker mee. En ja, ik hoop dat je tips van mij hier haalt. En guys, met een boodschappenlijstje werken is ideaal. Je kan het ook gewoon via de telefoon doen. Weet je, bij notities. En dan kan je gewoon de maand november doen. En dan doe je van die bubbeltjes waar je zeg maar uiteindelijk kan afvinken als je daar bent geweest. Je kan het verdelen onder categorie qua supermarkt. Dat heb ik ook op mijn telefoon. Ga ik ook even laten zien. Dan verdeel je onder categorie Dirk, Aldi, na. En dan doe je bij Dirk, haal je dit. Bij Aldi, haal je dit. Dat kan ook als je liever telefoon hebt. Maar ja, ik heb liever soms allebei. Want, ja, ik weet niet. Het geeft toch wel een tijd. Ik heb het papier vasthouden en hier schrijf ik het dan thuis. Ik heb soms mijn periodes. De ene periode haal ik een blad erbij. De ene periode doe ik gewoon via de telefoon. Dus ja, het is gewoon veel. Het is handig. Want dan ga je niet zomaar als een kip zonder kop ga je dingen kopen. Want dan ga je ook meer uitgeven dan je budget is. Weet je, bijvoorbeeld stel je budget is 70 euro per week. Noem maar op. Dan ga je echt letterlijk schrijven bovenaan budget is 70 euro per week. Dan ga je al een beetje uitrekenen. Oké, wat ik deze week ga halen moet vallen onder die 70 euro. Because your girl ain't gonna give more than that. Dus als je een lijstje maakt, dan zal je altijd onder de 70 euro blijven. Omdat je al een beetje hebt rondgekeken. Je hebt ook gewoon, als je zelf nodig vindt, kan je achter de item, de product dat je gaat halen, kan je ook de prijs erbij schrijven. En hoeveel items je ervan gaat halen. En aan het einde kan je misschien een totale berekening maken. Dan als je naar de winkel gaat, you know, you're just sure, weet je. En altijd je folder bijhouden. Want soms willen ze een grap doen in de winkel. Oh nee, had je winnen? Jawel. Nu, mijn beste aanbieding, zijn ze zo de sapjes, de appelsientjes bij de Dirk. Dus daar ga ik echt eerst naartoe. Ik ga eerst naar de Dirk. Mijn appelsientjes zijn daar 1 euro. Dus appelsientje en dubbeldrank, dat gaan we halen. En ja, bon, let's go. Cosa va cours? Hé, mamanda. Cosa mamanda, ma camilla, ja. Ik heb nog pijn en dan moet ik never transformen van die maand. Dus ik heb nog 5 minuten. Ik ga nu naar beneden. Even body warmtje aandoen. Schoen. En guys. Wow, dit is running errands. Ik zie soms op TikTok mensen running errands. Hele outfits. Guys, ik heb gewoon mijn sweater aan. Mijn welbekende legging van de Primark. En ik denk dat gewoon mijn pantoffels. Mijn buitenpantoffels gaan aandoen. Ja, ik heb buitenpantoffels. En Tasha, we got to go. We don't got time to be your own make-up. En naar Tongaboy. Alleen voor boodschappen. Please, bigger. Let's go. Thank you.
Nou, hi guys. We are back. We have done the chores. En nu is het moment aangekomen dat ik het met jullie ga delen wat ik een beetje heb gehaald. Maar, ik had me vergist. Ik dacht 9 uur boodschappen doen is de ideale tijd. But guys, dit gaan we niet meer doen. We gaan gewoon weer terug naar 7 uur, 's morgens. Gewoon wanneer de winkel, supermarkt open gaat. Want het leek wel een theekransje. Spitsuur. Et Dirk. Jeetje, ik zag alleen ouderen. Soms bleven ze staan ergens heel lang babbelen. En het was gewoon druk. Ik vond het gewoon druk. Ik vond het niet eens fijn. Ik vond echt niet fijn boodschappen doen. En ik had een verschrikkelijke winkelwagen. Dat leunde maar aan één kant. Dus ik moest heel de tijd... Nou, ik vond het gewoon niet fijn. Dus bref, dat zeg ik nog even bij. Want van eerder in de video zei ik van... Ja, 9 uur is goede tijd. Nee dus. Nou, anyway. Oké. Okay. Nog een andere tip. Niet alle aanbiedingen zijn aanbiedingen. Let me explain myself. Kijk, er is een aanbieding bij de, ik denk bij de Plus, van die Heinz tomatenpuree, gezeefde tomatenpuree, weet je wel, met zo'n dopje of met zo'n klepje, staat, hij is 520 gram voor een euro. Let's go. Ik koop altijd deze. Gezeefde tomaten. En deze is 500 gram. Even kijken. Is 500 gram. En deze is 88 cent. En ja, over het algemeen, Heinz is een merk. En zonder aanbieding is hij zo duur. But it doesn't make any sense. Guys, soms is huismerk gewoon het goedkoopste. Let's be honest. Ik heb het ook net met de wc-papier gehad. Ik koopte altijd een hele goedkope wc-papier. Het oogt toch te koop, omdat ja, de prijs is goedkoop. Maar toen ging ik berekenen. Ik zeg, wacht even. Oh nee, niet wc-papier, keukenpapier. Hé, pardon. Is dat toch keukenpapier, jongen? Dat is toiletpapier. Want ik heb nog genoeg toiletpapier, like, guys. Let's not go there. Dus deze keukenpapier was 2,45. En meestal haal ik, en het is 4 stuks. Zitten 64 vellen per rol. Ja, jongens, zulke dingen moet je ook kijken. Kost maar die sombillette. Kost maar die sombillette. Deze is de standaard keukenpapier die ik altijd haalde. Jongens, altijd. Years. Oh, mijn Fidel. Fidel. Ik weet niet beter. Maar vandaag stond ik even stil. Ik dacht, deze is 1 euro nog iets. Maar dan heb je 2 stuks. En in 1 rol zit 48 vellen. Ja, jongens. Ik snap jullie kijken daar nooit naar. Maar vanaf vandaag begin daar naar te kijken. Dit is 4 stuks. En per rol zitten 64 vellen in. En het heeft 3 lagen. Nou, ik denk dat deze niet is. Dit heeft denk ik gewoon 1 laag. En het is best wel een heel cheap keukenpapierstof. Echt heel ruw. En deze was 2,45 euro. So guys, can you please make the math? This is more cheaper than this one. Ook al prijskaartje. Dit, hier staat 1 euro. Dat is 1 euro nog iets. Ik weet niet precies, maar 1 euro nog iets. Hier kom je alsnog goedkoper uit. Want dit is 2,45 euro. En ja, dat. Dus anyway. Ik heb er gelijk 8 stuks van gehaald. Dus dan heb ik gelijk voorraad in het huis. De 5 liter... Dusty. Ja jongens, 5 liter. Ik stond in de winkel en ik had een keuze uit 5 liter of 1 liter. 1 liter is gewoon die standaard sprayflesjes die we altijd zien van de Dusty. En ik ging berekenen. Maar ja, want deze is 12 euro voor 5 liter. En die kleintjes van 1 liter, 100 milliliter dus, die zijn 2,50. Guys, doe je math met jezelf. 2,50. 2,50 euro keer een liter. Nee, wat moet je doen? Ik weet niet. Maar anyway, ik heb 50 cent winst gemaakt. Want als je 5 stuks van die 2,50 zou halen, zal je op 12,50 euro uitkomen. En als je gewoon 5 liter haalt, is het 12 euro. En ik heb thuis heel veel van die lege flesjes van de Dusty. Dus we gaan dit gewoon lekker navullen en kan ik deze weer bewaren. Maar in de toekomst ga ik zo heel veel van deze halen. Om gewoon lekker in voorraad te hebben. Want Dusty, ik heb jullie al gezegd, is nodig. Is nodig. Is voor alles. Is voor alles.
Nou, laten we eerst gaan wat ik bij de Turkse supermarkt heb gehaald. Bij de Turkse supermarkt, vaak heb je zo aan het begin van de winkel heb je zo'n mandje waar ze gewoon alles een beetje erin gooien wat een euro is. En ja, wat vandaag zeg maar weg moet. Dus toen zag ik van die cherry tomaatjes. Dit was een euro. Ik heb er 2 van gehaald. Kan je lekker, ja, salade meemaken. Dus yukaka. Nou, ik ga niet alle prijzen opnoemen, want dan zijn we echt 80 jaar bezig. Dus ik ga alleen maar even laten zien wat ik heb gehaald. Nou, ik heb mandarijntjes gehaald. Oh jee, het wordt nu al vol hier. Dit is verder. Ik heb garnalen gehaald. Die pink shrimps. Ik haalde altijd bij de Dirk van die kleine bakjes. Maar ik heb het idee dat dit veel goedkoper is. Want dit is echt een kilo. Dus ik heb deze gehaald. Die mix ik altijd in mijn gele rijst met groenten. Ik heb een tros bananen gehaald. Kan niet missen in het huis. Daar vind ik dat wel lekker. Ik heb ook weer een paar appeltjes gehaald bij de Turkse supermarkt. En wat ik tegen jullie zei, ik heb ook deze kaas gehaald. Deze kaas bedoel ik dus met die 3 verschillende lagen. Die haal ik altijd en die kost... alleen die ga ik even tegen jullie zeggen. Hoeveel kostte die? Oh. Ja, die kost €4,60. €4,60 voor hoeveel gram? Voor 750 gram. Dat is veel goedkoper. En dan die kaasplakjes die ze verkopen in de supermarkt. Because that does not make any sense. Dus deze haal ik altijd bij de Turk. Je kan ze gewoon lekker knippen. En dan gebruik je het andere gedeelte bewaar je in de koelkast. Wat ik daar ook nog heb gehaald. Ja, ik heb deze groentemix gehaald. Deze Mexicaanse mix. Die doe ik altijd vaak in mijn gele rijst. Heerlijk. Ik heb natuurlijk baklava gehaald. Eentje van mij, eentje van mijn man. Zoals altijd. Hè? Ik kan nooit daar voorbij gaan bij een Turkse supermarkt zonder mijn baklava te halen. Ik ben ook nog naar de Dirk, naar de Albertijn gaan. Dat is alleen maar puur om de ontbijtgranen van David te halen. Daar zijn ze wat goedkoper dan bij de Dirk. Ja, verbaast me ook. Albertijn. Dat was 1,15 of zo. Of 1,5. In ieder geval in die richting. Dus ik heb 4 stuks van gehaald. Gelijk een voorraad. Ja, en nu gaan we naar de Dirk. Wat kan ik bij de Dirk heb gehaald? Ik heb van die pistoletjes voorbakbroodjes gehaald. Is altijd wel handig in het huis. Je hebt geen zin of er is geen brood in huis. Kan je dat even snel eruit halen. En eten. Suikerwafel. Ik heb... eieren gehaald. We zijn gestopt met eieren te kopen bij de Turkse supermarkt. Omdat we merken, we maken dat nooit op. Het is gewoon veel te veel. En we zijn niet echt mensen die heel veel of vaak eieren eten. Dus dat is heel zonde. Soms gooien we echt heel veel eieren weg. Dus dat is echt zonde. Dus we halen gewoon altijd gewoon van 6 stuks. En dit week, zelfs dit gaat met moeite. I'm telling you guys. Nou. Ik heb mais rijstwafel gehaald. Ik vind het zelf ook lekker. Daar vind ik er ook van. Gevulde koek. Koekjes van David. Vind je ook wel altijd lekker. Rijstwafel, maar dan met een chocoladelaagje. Heerlijk. Ik heb suiker gehaald. Ik heb 2 suiker gehaald. Wat mij is opgevallen wanneer ik boodschap doe, ik koop vaak tweeling. Ik koop vaak dingen 2-2. Ik weet niet, dat is altijd zo in me gebleven. Ik vind dat, ja, waarom koop ik 1? Want als ik het ga eten, dan heb ik niks op de achterhand, snap je? Dus ik haal altijd 2-2. Ik heb deze muesli gehaald. Crunchy muesli. That's a good one. Ik heb aardappels gehaald. Van deze, even kijken hoeveel kilo is dit. Deze was ook in de aanbieding, was 2 euro, 4 kilo voor 2 euro, als ik me nog kan herinneren. Dus deze aardappels, maar ja, deze haal ik dus altijd standaard bij de Dirk, want dit is, het is een beetje voor alles. Vastkokend, kruimelig en het is ook lekker, het smaakt lekker. Yes. En
Ja. Ik heb zakdoekjes gehaald. Ik heb bakpapier gehaald, 2 stuk. Vers houtfolie, ook 2 stuks. Ook 2 stuk. Ik wilde aluminium. Wat? Hoe spreek je het uit, babe? Aluminium. Papier wilde ik halen. Maar guys, ik stond voor de prijs. En ik zie gewoon dat het 62, 3 euro is. Ik schrok. Ik denk, nee, dat kan niet. Dit allemaal is onder een euro. En dan moet papje aluminium 3 euro zijn? Ik zei, na. I ain't gonna do that. Dan ga ik liever naar de groothandel. En dat ik daar dan eentje van 60 meter haal of zo. En dat dat een tientje is of zo. Of ik weet niet. Maar nee. Dat gaan we niet doen. Ik heb ook pedaalemmers gehaald. Wij hebben een kleine prullenbak onder de gootsteen. Dit is de maat die erin past. Oeh, mayonaise. Ik heb Remia mayonaise gehaald. Was in de aanbieding. Ik heb ook ketchup van gehaald. Ik denk een stuk of 4 of 5 van deze. En deze ook. Ik heb Vivit gehaald. Was dan ook in de aanbieding. Een euro. Oh ja, ik heb ook deze gehaald. De Amerikaanse variant. Ja, die mag echt niet missen. Ik heb Shem gehaald. Ook 2 stuks. Voor voorraad. Ja, kijk. Hij wordt nooit goedkoper. Maar deze is de beste, lekkerste curry die er bestaat. Oké, vandaag dacht ik, nou weet je, we gaan hem gewoon halen. Want op een gegeven moment dacht je, nou weet je, je moet even een beetje op de portemonnee letten. Maar guys, weet je, er moet ook een kwaliteit van eten zijn, vind je niet? Dus we just bought it. Chocoladepasta, duo panotti, 2 kleuren in een potie. Maar dit is geen duo panotti, want duo panotti is expensive. So, huismerk het is. Twee potjes van gehaald. Oh ja. Fristie. 1 stuk, 44 cent. 15 in totaal. En dat was 6,50 euro. 6,44 euro. 6 euro nog iets in ieder geval. Gewoon lekker voor de kinderen. Naar school. Een uitje, noem maar op. Gewoon lekker flesjes eruit halen. Chocomelk was ook dezelfde prijs. 44 cent per stuk. Zit geen statiegeld op. Zo, komt er niet 15 cent op bij. Nee, het is geen statiegeld. Dan moet je gewoon in de recycle gooien. Ja. Ja. Ik heb nog crème fraîche gehaald. Soms heb ik die gerechten met pasta. Dat je lekker met crème fraîche erin kan doen. Ik heb ook mijn yoghurt gehaald. Ik had ook David's yoghurt. Ja. Ik haal altijd deze yoghurt bij de dieren. Is denk ik niet eens 50 cent. Of niet eens 30 cent. Ik heb ook deze gehaald. Dat is tomatenpuree. Van die kleine blikjes, een stuk of 10. Nou, David's kwark. Gewoon normale kwark, hoor. Dat danoontje en zo. Bon. Zullen we nou een bonen hebben? Zombie. Zullen jullie dit? Dit is ook gewoon goed, hoor. Zo. Als je kind al melk drinkt, weet je, halfvolle melk, volle melk, dan is dit, kan dit geen kwaad, hoor. Oh ja, en nog kokroom. Altijd wel nodig. Ja. En even kijken of het wat doet. Nee, ik heb nog drinken gehaald. Nou, ik heb nog drinken gehaald. Het is veel te zwaar om te showen hier naartoe. Dus ik laat jullie gewoon zien. Appelsientje, sinaasap, appelsientje. Hoe heet die andere? In ieder geval de sinaasappelsmaak. De dubbele drank waren allemaal in de aanbieding voor een euro. Als je op mijn Snapchat, Instagram was, weet je al dat ik heb jullie gestuurd. Run,
run. You better run. You better run. Dus ik weet niet hoeveel stuks ik heb gehaald, maar ik heb in ieder geval een hele tas vol gehaald. Dus dat is het een beetje met de boodschappen. Oh ja, toch nu nog even naar de Action. Daar heb ik een nieuwe stoffer en blik gehaald. Die van ons was kapot. Ik heb, oh ja, bij de Vibra zag ik dit. Zo leuk, ik kon het gewoon niet laten, jongens. 11 euro, toch ja, dat is zo'n tussenin, jasje of zo, weet je wel. Maar heel cute. Voor Davy Davy. Ja, guys, I think that this was it. Dus we gaan het nu allemaal... Dat gaan we nu allemaal op de juiste plek plaatsen. Wat werk gaat nemen, wat werk gaat kosten. But, laten we het maar doen. Het is al 1 uur. Ik ga zo dadelijk het ophalen. En dan gaan we gewoon verder met ons leven. Ja, vind je niet? Zo, let's do it. Is up and babe. Ik ga het vlogje bij eindigen. Ik hoop dat jullie wat mee hebben gekregen. En vooral wat ik zei over boodschappen, guys. Like, take your time. Ik heb echt letterlijk een lijst gemaakt. Dat doe ik dus altijd. En dat is gewoon overzichtelijk. Je gaat niet zomaar pietje of een hamkaasje of iets kopen dat niet op de lijst stond. Dus neem die tip van mij. Write in the comments. Wat gaan we als secret emoji? Oh ja, boodschapkarretje. Ik denk misschien zie je eentje met fruit of zo. Maar in ieder geval een boodschappenkarretje. Dat is dus een secret emoji. Ik eindig die vlog hierbij. Heb je genoten van de vlog? Heb je weer wat meegenomen? Heb je weer wat ontvangen? Like, let's write it in the comments. Weet je wel. Deel ook jullie mening. Het zou echt fijn zijn om ook van jullie te horen. En guys, ik zie jullie gewoon weer volgende week. Dezelfde tijd. Dinsdag om 7 uur. Doei!